ser meget frem, både min og jeg, til disse dage, for min fødselsdag skal fejres. Jeg er meget rørt og overvældet over, hvor meget der bliver lagt i den fødselsdag, og føler det som et bestemt et håndslag til mig. Fordi det er jo ikke bare de 70 år, jeg har levet, men de også mange år, jeg har virket som Danmarks dronning og forsøgt at gøre mit bedste. At folk så gerne vil fejre mig, tager jeg som sagt som et håndslag. Een expositie met werk van de koningin zelf, genaamd Koningin Margrethe II, een levenswerk, vormt de aftrap van een reeks festiviteiten. Det er med stor glæde, men også med en vis beklemmelse, at jeg er her i dag for at være med til åbningen. Een romantische fakkeltocht met honderden Denen staat een dag later op het programma. De koninklijke familie geniet zichtbaar bij het zien van zoveel lichtjes. Maar ondertussen houden de voorbereidingen voor de vele festiviteiten de complete hofhouding in zijn greep. Er zijn mange mensen die we dekken op, zeg. Dus daarvoor is het raar dat het hele gaat een beetje sterk. Det er spændende at bygge en fest op fra kaos, og indtil man har det store eventyr tilbage, når gæsterne kommer herind og sætter sig ned for at spise. Så flugter glassen den vej, og den vej ud i en lige linje. Jeg tror nok, der ville høre fra det, hvis ikke det var lykkedes. Alles is op tijd klaar voor het banket op dinsdagavond, en koningin Margrethe en haar familie schrijden over de loper in paleis Christiansborg. Hoewel prinsgemaal Hendrik altijd een stap achter zijn vrouw dient te lopen, laat hij in een interview ter ere van haar verjaardag weten hoe belangrijk Margrethe voor hem is. In de woest. En dan is het donderdag 15 april. Vanavond zal koningin Margrethe getrakteerd worden op een galavoorstelling met koninklijke gasten uit heel Europa. Gelukkig is er toch nog een handjevol buitenlandse royals die het wel hebben kunnen redden. Prinsessen hebben stuk voor stuk uitgepakt en zijn een lust voor het oog. Maar erg veel bewegingsvrijheid heb je natuurlijk niet in zo'n couturejurk. Paul Philip zorgt voor consternatie wanneer hij op de jurk van zus Victoria gaat staan. Ze komt er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf. Van Margrethe en haar Hendrik is het gezelschap compleet en kan het feest beginnen. Grappig detail is dat koning Gustav en zijn vrouw Sylvia tijdens de pauze alsnog arriveren. Hier de binnenkomst van koningin Beatrix. De voormalige Griekse koning Constantijn en zijn vrouw. De Noorse prinses Mette Marit. De Zweedse prins Carl Philip. De Zweedse kroonprinses Victoria en haar verloofde Daniel. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima. De Deense kroonprins Frederik en prinses Mary. Thank you.
En dan de jarige Job zelf, koningin Margrethe en prins Hendrik. De honderden schoolkinderen juichen hen toe. Voor de lunch gebruikt wordt, is er opnieuw een balkonscène en dit keer op het balkon van het stadhuis. So, how do you feel now that your queen is 70 years old? Very, very proud and very happy for such a beautiful day and such a all these people and all this beautiful weather. So it's very nice. What kind of person is Queen Margrethe? She's very, very clever, very, and a nice person, I think, for her husband, the children, and I think. Aan het begin van de avond gaan de koninklijke gasten per bus van Amalienborg naar Paleis Frederiksborg op zo'n 3 kwartier rijden van Kopenhagen. Koningin Beatrix, groothertog Henri van Luxemburg en zijn vrouw Maria Theresa, Margarethe's zus Benedicte, maar ook Margarethe's zoon Joachim, zijn echtgenote prinses Marie reizen mee. So tonight is a big night. Yes. A lot of royals are coming here. What do you expect of it? A big party with queens, crown princesses and princes in big dresses. We love to see them. All colors, a very good party. They say that the queen, our queen, and Prince Henry have very good parties. Funny parties that I know the friends of the queen have prepared. I think it's a ballet. Yeah. And I think, if I may say so, nobody knows, that Prince Henry will sing a song. De jongere generatie royals heeft zich ondertussen verzameld in het nabijgelegen huis van kroonprins Frederik en prinses Mary. Prins Willem-Alexander, prinses Maxima, het Noorse kroonprinselijk paar Hakon en Mette Marit. Kroonprinses Victoria en Daniel Wesseling. Frederiksborg is het favoriete woonpaleis van Margrethe en Hendrik. Hier zal vanavond dus een op- en top koninklijk feestje worden gegeven. Good evening. Congratulations with your mother. Thank you. This is Maxima. Prachtige jurk. Goedenavond. Hoewel een aantal gasten verstek hebben moeten laten gaan doordat het vliegverkeer in grote delen van Europa is stilgelegd, gaat het feest buiten het oog van de camera tot in de late uurtjes door.